Ik ben Jan Postumus en ik ben bestuurslid van de Internationale Christelijke Ambassade afdeling Nederland. En mijn allereerste bezoek aan Israël was in 1980 bij de opening van de International Christian Embassy in Jeruzalem. En dat was het begin van het ontstaan van deze prachtige organisatie waar ik mij een familielid van voel. We hebben toen ook het Loofhuttenfeest gevierd in de Anglican School. En om nu opnieuw in Israël te zijn en deel te nemen aan deze fantastische solidariteitsconferentie heeft mij diep en diep geraakt. En ik ga terug met een boodschap vol van dankbaarheid aan de ene kant, maar ook met een boodschap om Nederland, om kerken op te roepen, om te ontwaken en te gaan bidden voor de vrede van Jeruzalem, voor de vrede van Israël en de bevrijding van de hostages. Dank jullie wel voor de organisatie van deze geweldige solidariteitsconferentie.